Het einde van het jaar is genaderd en dus is het ook tijd voor alle lijstjes voor het komend jaar. Welke aandelen gaan het beste doen en welke gaan de aandelen het slechtste doen? De strategen bij Citi hebben dat eens bekeken en wat ze opviel aan al die lijstjes is dat er altijd de verliezers van het jaar daarvoor op de toplijstjes van het jaar daarop komen. Logisch, het aandeel dat het heel slecht heeft gedaan zou het in het komend jaar natuurlijk wel eens kunnen gaan herstellen. En aan de andere kant zie je juist dat de winnaars van het afgelopen jaar staan er niet op of heel weinig om de simpele reden dat die al zo hard gestegen zijn. En ik kan me ook wel voorstellen dat het heel erg moeilijk is. Psychologisch is het moeilijk om een aandeel wat al 100% gestegen is, bijvoorbeeld zoals bij Adyen, om die dan toch nog als toppicker te nemen. Maar dat blijkt een hele slechte strategie. Als je gaat kijken, en dat hebben de Citi-analisten ook uitgerekend, de afgelopen 23 jaar was deze kies de verliezerstrategie maar in 3 jaar winstgevend. En in de overige jaren was het of een heel klein verliesje of een flinke winst. En afgelopen jaar was het helemaal top. Want als je de verliezers van 2019 had gekozen en in de hoop dat het in 2020 zou gaan herstellen, zou je met dat lijstje alsnog met een verlies van 25% uitgekomen zijn. Logisch is dat een heleboel oliemaatschappijen en banken bij bijvoorbeeld. Maar als je de winnaars van 2019 had gekozen, had je in 2020 een winst van 47% gemaakt. Dus deze strategie was helemaal top in het afgelopen jaar. Het wil niet zeggen dat het altijd goed werkt, maar vaak wel. En dat is de manier om rijk te worden. Nou, als je gaat kijken, voor Europa hebben ze ook een lijstje gemaakt. En daar staan diverse Nederlandse namen op. En dat maakt het wel leuk. Bijvoorbeeld ING en Shell behoren tot de grote verliezers van het afgelopen jaar. Die zou je dus nog niet moeten hebben. In ieder geval niet voor het komend jaar. En de grote winnaars van het afgelopen jaar, er zijn ook een paar Nederlandse namen bij. Adyen, ASML en Prosus. Die zou je dan voor het komend jaar dus juist wel moeten hebben. Dus ik denk dat het beter is om een dergelijke lange termijn strategie vast te houden dan iedere keer maar zo'n aandeeltje eruit te pikken.